ben Achille de Witte, afgevaardigde bestuurder van de Antwerpse Overdekte Markt, in de volksmond de Cree genoemd. De Cree was vroeger een verzameling van handelaars, dierhouderen, vlees, wild en gevogelte, groenten en fruit en een beetje droge voeding verkochten. Tot 1903 hield het gebouw eigenlijk een Eldorado en was het een danstempel. Het is maar na 1903 dat het eigenlijk een overdekte markt geworden is. We hebben een zestal weken dicht geweest, want het is toch een vrij grondige verbouwing. Nu zijn we van 14 september terug open. We hebben hier nu de langste toog in Vlaanderen, een toog van 66 meter, met alle verschillende vleesspecialiteiten. Dat wij gespecialiseerd zijn in groenten en fruit is al lang een bekend verhaal. Maar nu doen we dat ook in vlees. We werken nauw samen met varkensboeren, rundsboeren, die kweken onder ons toezicht. Wij kopen wilderde dieren op, wij zorgen voor transport. Naar de slachthuizen door ons uitgekozen en wij rekenen af met de boer. De klant weet via een getraceerd systeem wat hij op zijn bord krijgt en we zorgen voor een goede kwaliteit en een ethisch kweken van de dieren. Alle bierhouwerijen is ambacht, er wordt niets op voorhand ingepakt dat het enkele dagen blijft liggen. Alles gebeurt nog met het ambacht, gelijk het vroeger was. Wij hebben hier toch wel een stuk geschiedenis, als hier al van 1903 een markt is, die in de loop van die meer dan 100 jaar enkele gedaante verandering ondergaan heeft, meegegaan met de evolutie van de tijd, denk ik nog toch wel dat we hier een pareltje hebben, meer dan de moeite waard voor een bezoek te brengen aan de Cree. Zoekt u nog etenswaren van topkwaliteit voor een feestmaaltijd? Breng dan zeker eens een bezoek aan de Cree. In deze legendarische overdekte versmarkt tussen de Van Schoonhovenstraat en de Van Wezenbeekestraat vindt u vast wat u zoekt.